Clean to Antarctica gaan in november een barre tocht maken over de Zuidpool. Lisbeth en Edwin Terwelde zijn klaar om als eerste de Zuidpool te bereiken met schone technieken. Met als doel om jou te inspireren tot actie voor een betere wereld. Clean to Antarctica heeft een wagen gebouwd van afvalplastic, aangedreven door zonne-energie. Plastic anders zien, niet als afval, maar als materiaal. Ter ondersteuning van een duurzaamheidsactie gaan ook jongvolwassenen een boottocht maken om bedrijven te helpen om duurzame oplossingen te vinden. Dit project heet The Quest for Change. We staan hier bij Lisbeth Terwelde. En Lisbeth is een stoere vrouw, want zij gaat... Ik ga samen met mijn man eind november naar de geografische Zuidpool op Antarctica. En voor hoe lang? Wij gaan daar 40 dagen naartoe. En wij gaan in een uit afvalplastic geprinte wagen op zonne-energie in 30 dagen naar de geografische Zuidpool en terug. En wat is de missie, om het zo maar eens te noemen? De missie is om aan te tonen dat afval geen afval is, maar waardevolle grondstof. En om mensen te inspireren dat weggooien zonde is. Je wilt zelf geen activist genoemd worden. Wat ben je? Ik ben in ieder geval de co-pilot van de Solar Voyager. Maar ik probeer ook mensen te inspireren met ons verhaal. Om het afval te reduceren. Om het, in ieder geval het gebruik van eenmalig plastic te verminderen. En dat is de missie. Hoe ziet het afval er op Antarctica uit? Op Antarctica heb je geen afval. Antarctica is zero waste. En vandaar dat wij er ook niks mogen achterlaten. Dus we moeten alles mee terugnemen. Heb je daar al over nagedacht? Ja, daar denken wij continu over na. Het water hoeven we gelukkig niet mee te nemen, want dat ligt daar al op de grond. Maar ook onze ontlasting moet mee terug. Wat ga je eten? Wij hebben ongeveer 200 kilo gevriesdroogd eten mee. Dat lengen wij aan met het water wat we daar zelf gaan verwarmen. Middels zonne-energie. Het is 200 kilo omdat wij 7500 kilocalorieën per dag moeten eten. En het is daar hoe koud? Als we beginnen, dan beginnen we op de Union Glacier. Daar is het 15 graden onder nul. Op de geografische Zuidpool verwachten we dat het min 30, min 35 zal zijn. Min 35. Kan je daarop kleden? Daar kun je je zeker op kleden. Eten is heel belangrijk, want het is je kacheltje, je inwendige kachel. En de kleding die zorgt ervoor dat je de warmte bij je houdt. Wat wil je de Zaanstreek vertellen? Nou, nogmaals, dat wij eens beter na moeten denken over het gebruik van plastic. En met name het eenmalig gebruik van plastic. En dat gaat vooral om verpakkingen, om levensmiddelen bijvoorbeeld. Daar kan je heel goed in verminderen. Door het anders in te kopen, je levensmiddelen. Dus brood zonder zak, vlees zonder de verpakking van de slager of de supermarkt, maar met je eigen bakjes daar naartoe gaan. Groenten kun je heel goed zonder verpakkingsmateriaal krijgen. Je moet misschien iets wat vooruit denken voordat je boodschappen gaat doen. Maar over het algemeen gaat dat heel goed. Als jullie weggaan, hoe lang is die voorbereiding dan geweest? Mijn man is 3 jaar geleden begonnen met bouwen. Met fondsen werven. Dus het is nu dan op eigenlijk 3 jaar geleden dat we zijn begonnen. En het is helemaal kostendekkend? Nee, het is lang niet kostendekkend. Wij hebben wat dat betreft heel veel sponsoren. Daar zijn we ook heel erg blij mee. Wij hebben er zelf geen salaris uit. Dus dat is de inbreng die wij doen. Kostendekkend. Ja, we zijn nog steeds hard op weg naar sponsoren. Dus we zijn ook een crowdfundingsactie gestart. Ja, kijk op de site www.cleantoantarctica.nl en daar zul je er veel meer over lezen. Jullie gaan in november weg? Wij gaan in november weg voor onze eigen expeditie. 27 augustus start ook een ander onderdeel van onze expeditie. Dat is The Quest for Change. Daarin dagen wij bedrijven uit om met een duurzaamheidsvraagstuk te komen. Er gaan 20 jongvolwassenen tussen de 18 en 28 jaar aan boord van Tollship Morgenster. Die gaat richting het zuiden, net als wij zullen gaan. Die vertrekken 27 augustus. Ze krijgen een duurzaamheidsvraagstuk van een industrie mee. In de tijd dat ze varen gaan ze daarmee aan de gang.
En in de haven van aankomst staat een vertegenwoordiger van de desbetreffende industrie. Die neemt de oplossing, aanzet tot de oplossing, in ontvangst. En die is verplicht zich daar ook aan te verbinden door die oplossing ook in het bedrijf te implementeren. Is al bekend naar welke havens zij gaan? Ja, de eerste etappe gaat van Amsterdam naar Tenerife. De tweede etappe die gaat van Kaapverdië naar Sint Maarten. En de derde etappe die gaat van Sint Maarten naar Amsterdam. Maar mochten er nou nog bedrijven interesse hebben in deze Quest for Change, dan is het altijd mogelijk om daar nog bij aan te sluiten, waardoor we nog meer etappes kunnen varen. Dan wordt het rondje groter, gaan we verder naar het zuiden. En dan gaan we dus verder eigenlijk dan nu. En dan kom je ook meer richting Antarctica, ook als bedrijf. Maar het allerbelangrijkste is dat er in onze gedachten en in onze mind er toch een verandering moet plaatsvinden over het afval. Ja, wij moeten denk ik met een andere kijk naar afval gaan kijken. Afval niet zien als waardeloos, maar als waardevol. En pas dan denk ik dat wij op een hele andere manier er ook mee om zullen gaan, waardoor het afvalprobleem ook veel minder zal worden. Ik denk dat het een hele goede boodschap is. We zijn aangeland bij het voertuig waar Lisbeth ter Velde mee Antarctica rond gaat rijden. Wat is het voor een voertuig? Het is een wagen gemaakt deels uit afvalplastic. Wij hebben met behulp van 30 3D-printers deze stukken geprint. Met bochten ook uiteraard allerlei verschillende, 137 verschillende om precies te zijn. We hebben eigenlijk een hele grote 3D-puzzel geprint. Daar hebben we die wagen van in elkaar gezet. En wij gaan in november op zonne-energie op Antarctica rijden om aan te tonen dat afval geen afval is, maar een waardevolle grondstof kan zijn. Nu mijn vraag toch is, je rijdt niet naar de dealer en je bestelt zo'n auto. Nee, we zijn inderdaad 3 jaar geleden begonnen met printen. Dat heeft maanden geduurd voordat hij alle stukjes had geprint. Die hebben we toen in elkaar gezet. Hij nadert nu zijn voltooiing. Dat wil zeggen dat de watermaker, alle elektronica zit erin. Hij wordt natuurlijk aangedreven op zonne-energie met 4 elektromotoren. Het is een enorme wirwar van draden, waar ik zelf niet zo heel veel verstand van heb. Maar ik weet wel dat het er heel veel zijn. Er zijn 2 accu's zitten erin. Die accu's gaan wij niet leegrijden. Die accu's vormen een onderdeel van onze veiligheid. Want mocht nou de zon niet meer schijnen, om wat voor reden dan ook, hè, dat kan natuurlijk zo hard gaan waaien dat al hetgene wat op de grond ligt de lucht ingaat en dan wordt de zon aardig afgeschermd. Dus als wij niet meer kunnen rijden, als het te hard waait, moeten ook de panelen eraf. Dan gaan wij communiceren met de buitenwereld, met de accu's. Maar ook, hoe vind je je weg? Ja, op Antarctica daar heb je geen wegen. Daar heb je ook geen bordjes van daar is de Zuidpool. Er is wel iets aan kaarten, maar wij hebben wel het kompas mee. Wij hebben ook een sextant mee om onze plaats te bepalen. Dus we kunnen. Wat is een sextant? Een sextant is een apparaat om je weg te kunnen vinden met behulp van de sterren. Ook met behulp van de zon. Dat is natuurlijk onze grootste ster. Het zonnetje schieten. Dat doe je met een sextant en met behulp van berekeningen en tabellen kun je je positie bepalen. En jullie gaan daar 30 dagen mee rijden. En waar lever je dan die auto of dat voertuig weer af? Nou, we rijden inderdaad 30 dagen. En als we terugkomen, dan nemen we hem gewoon weer mee. Want je mag namelijk op Antarctica helemaal niks achterlaten. Antarctica is zero waste. Dus laten staan is geen optie. Mochten wij nou in hele ernstige problemen komen en wij moeten opgehaald worden en wij moeten de Solar Voyager achterlaten, dan wordt die uiteindelijk door iemand anders opgehaald. Dus we laten echt niks achter, ook al zou het helemaal mislukken. Dankjewel, Lisbeth, voor deze uitleg. Ja.